de Bijbeltekst die we vandaag lezen geeft koning David ons een wijsheid uit zijn eigen leven. In Psalm 51 vers 19 laat hij ons zingen: de offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart, veracht u niet. Twee uitspraken van verschillende leiders hebben grote invloed op mijn leven gehad. De eerste zei: maak geen vrienden in je leiderschapsteam. Houd je medewerkers op een afstand. Niet wetend dat deze uitspraak door een verwonde leider werd gedaan, heb ik jarenlang zo gedacht en geleefd. Tot ik ontdekte dat de vruchten die hieruit voortkwamen wrang en bitter waren. Gezegend was de dag waarop een andere leider tegen me zei: je kunt een leider vertrouwen die mank loopt. Leiders die iets van hun strijd met God durven te laten zien, vertrouwen niet langer op hun eigen kracht. Ze hebben met God gestreden en durven dit met anderen te delen. Jacob was net als koning David de man die met God heeft geworsteld. Er waren veel mislukkingen in zijn leven geweest, omdat hij vertrouwde op zijn eigen kracht. Op de dag dat hij worstelde met God, die wilde dat hij zijn mislukkingen aan hem zou geven, werd de cirkel van steeds weer falen doorbroken. God zegende Jacob en sloeg hem op de heup. Door deze zegen werden de mislukkingen aan de buitenkant zichtbaar. En God bracht de binnenkant naar buiten. En sindsdien liep Jacob mank. Maar het maakte hem transparant, een mens zonder muren. Zegen betekent dan ook niet veel hebben, veel kunnen of doen. Zegen van God is ontdekken dat je volledig van Hem afhankelijk bent. Zonder Hem kun je niets doen. In het Koninkrijk van God hebben we mannen en vrouwen nodig die, net als Jacob, eerlijk en open zijn. Die hun strijd en overwinning met anderen willen delen. Deze tijd schreeuwt om verbroken mannen en vrouwen die willen laten zien hoe God hun gebrokenheid heeft geheeld. Die niet uit zijn op eigen eer, niet meer leven voor zichzelf en die een voorbeeld voor anderen willen zijn. Kwetsbaar, transparant, toegankelijk en volledig van God afhankelijk.